weet hoe dat bij jullie is, maar als ik zo kijk in mijn leven, dan heb ik heel vaak heimwee. Zo'n momenten dat ik terugverlang naar de oude tijd van vroeger in het dorpje waar ik opgroeide. En dan kan dat soms wel een keer bovenkomen en dan zeg ik dan tegen mijn vrouw van, ik rij even daarheen. Ik heb daar gelukkig nog een goede vriend wonen. Iedereen is al verhuisd van uit die plaats. Maar dan loop ik ze door het oude Vaals waar ik opgroeide. En dan ga ik zo naar de plaatsen waar ik vroeger speelde, waar mijn school stond en noem maar op. Maar telkens als ik daar kom, is dat allemaal veranderd. Ik weet nog goed, de laatste keer dat ik daar kwam, toen verschoot ik echt. Ik kwam bij de school terecht waar ik vroeger de basisschool had gedaan, de Sint Aloysius. En daar stonden bomen in die school. Dat was gewoon één plantenorganisatie. Daar zaten geen kinderen meer in, dat was helemaal vervallen. En ik dacht van, wow, heavy. Dingen veranderen gewoon in het dorp waar je bent opgegroeid. En ik weet nog op een bepaald moment dat ik zo over de grote straat reed, de dorpsstraat. En ik was er al een paar keer die week in de avonden overheen gereden. En opeens zie ik van, oei, er staat hier een stoplicht. Dat heb ik gisteren en eergisteren helemaal niet gezien. Ik ben er gewoon langs gereden of doorgereden. Beter gezegd, geen idee wat voor kleur het was. En ik spreek dan met mijn vriend daar wel eens over. En dan zeg ik van, jongen, er is wel veel veranderd. En dan zegt hij van, oh, vind je? Hij krijgt daar niet zo mee. Het is zo'n moment dat ik heel sterk zie. Waar ik besef van, wauw, dit is nog positief, nog negatief voor alle duidelijkheid. Maar wel van, het dorp is niet meer hetzelfde. Het is niet meer van, ik ga terug en dan zit je weer in die heerlijke oude jonge sfeer. Nee, het is een ander dorp waar je terecht bent gekomen. En dat laat iets zien van het thema waar ik graag met jullie over wil spreken. Namelijk, ook als je kijkt naar kerken, gebeurt dat. Ook in kerken zijn er zo gewoontes, zijn er gebeurtenissen die plaatsvinden en waar je eigenlijk helemaal niet zo op let. Net zoals de veranderingen in je woonplaats, de veranderingen in het gebied waar je verblijft. Je let daar niet zo op. Oké, je krijgt het wel mee, maar het gebeurt rondom je. En ik wil graag twee voorbeelden pakken. Eentje uit het Oude Testament, eentje uit het Nieuw Testament. Twee voorbeelden uit de Bijbel. Om daar wat over na te denken. En de eerste persoon die ik graag wil noemen is een persoon die een hele leuke naam heeft gekregen. Het is een profeet en die profeet krijgt de naam Feestje. Feestje. Feest is het verkleind woord. Feest is Hag. Feestje is Haggai. En Haggai die spreekt tot heel wat helden in zijn tijd. Hij heeft het daar niet over ongelovigen, hij heeft het daarover over sterke helden, geloofshelden, die het voor elkaar hebben gekregen om naar Jeruzalem terug te keren. Wat is er namelijk gebeurd? Jaren geleden, een eeuw daarvoor, zijn de Babyloniërs gekomen en die hebben Israël veroverd en de mensen in Juda hebben ze naar Babylon gebracht. Daar hebben ze zo ongeveer 70 jaar gezeten. En na 70 jaar hebben de profeten, dat hebben ze al van tevoren aangekondigd, gezegd van, ga terug naar Jeruzalem. Velen zagen dat niet zitten, want Jeruzalem dat was plat gebombardeerd door Nebukadnezar quasi. En ze hadden zoiets van, ja nee, dat is daar niet tof. Het is in Babylon veel leuker. Je hebt daar toffe appartementen en hangende tuinen. Het is veel leuker om hier te blijven. Maar deze mensen, deze helden, die zeiden van, dat klopt. Wij gaan terug. Wij gaan terug naar Jeruzalem en wij herbouwen de stad. Want God heeft Jeruzalem gekozen. Dat heeft hij al gedaan in de tijd van Mozes. En God heeft gezegd, ik start in Jeruzalem met mijn heil, met mijn koninkrijk in de tempel. En van daaruit wil ik de hele wereld bereiken. En deze mannen en vrouwen, die gingen op pad. Die namen dat besluit, deze helden namen dat besluit om Babylon te verlaten, waar ze het heel goed hadden, waar veel luxe was. En ze gingen naar een plek die een ruïne was. Ezra en Nehemia, dat is één boek trouwens, die beschrijven beide wat dit voor mensen waren. Ze noemen ze zelfs. Alle namen worden genoemd, zo belangrijk zijn deze personen. Dit zijn geen watjes, dit zijn geen ongelovigen, dat zijn helden. En op een bepaald moment komt de profeet Haggai. En de profeet Haggai, die ziet dat de mensen in het land, daar in Jeruzalem, heel vriendelijk met elkaar omgaan. En dat ze ook met God bezig zijn. Het zijn helden voor alle duidelijkheid. Maar er is één ding wat ontbreekt. Ze hebben plotseling niet meer scherp voor ogen van, wat is eigenlijk ons doel hier in Jeruzalem? Wat wil God eigenlijk met zijn volk? Waar wil God naartoe?
Wat voor een stad willen we eigenlijk zijn? En Haggai die begint hen op te roepen. En die zegt in Haggai hoofdstuk 1, vers 2 tot 4, ik citeer uit de NBV-vertaling. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd daar wel gekomen om zelf in mooi afgewijkte huizen te wonen. En dat terwijl mijn huizen nog een ruïne is. Je kunt die woorden heel heftig lezen als verwijten. Maar God ziet wel deze helden en hij zegt van, oh, jullie zijn even de focus kwijt. Wat was ons doel ook alweer nog? Ja, we wilden Babylon verlaten, niet omdat daar zo slecht was, maar inderdaad omdat God Jeruzalem had gekozen. En we wilden inderdaad in Jeruzalem Gods plan weer oppakken. Want God heeft een groot plan met deze schepping en wij mogen daar deel van zijn. Dit leven gaat niet om ons, het gaat om hem. En Haggai die stond daar voor het volk en hij kwam daar trouwens vaker voor dat volk te staan, telkens tijdens feestdagen. Hij doet eer aan zijn naam wat dat betreft. En tijdens die feestdagen zei hij van, kijk nu een keer wat er gebeurt. Hoe kunnen we dingen hier aanpakken in lijn met God? Wat was ons plan? En hij wijst het volk er als eerste op om de tempel te herbouwen. Vernieuwing moet plaatsvinden. Opnieuw, besef heel goed, dit gaat niet om lomperikken, dit gaat om helden, geloofshelden, die heel veel hebben achtergelaten. Heel veel Israëli's zijn in Babylon gebleven. Dit zijn de mensen die trouw zijn geweest. Die hebben zich afgekeerd van Babylon, die zijn naar Jeruzalem gegaan, die wonen daar, maar die zijn een beetje in de sleur van de tijd terechtgekomen. En Haggai bemoedigt hen en zegt hen van, hey, wil de tempel herbouwen? En ze beginnen te herbouwen. En niet alleen de tempel, want God zegt inderdaad in het Oude Testament niet, ik wil alleen maar in een tempel wonen. Hij zegt, ik wil heel de aarde gebruiken om mijn heerlijkheid zichtbaar te maken. En ik start in die tempel. Dus ze starten met het altaar, ze starten met de tempel, ze starten met de aanbidding en de eredienst. Maar er zijn ook mensen zoals in Nehemia die zegt, ja sorry, ik ben geen leviet, ik ben geen priester en ik hou ervan om God te aanbidden. Maar het gaat wel om meer dan de tempel, en hij begint Jeruzalem zelfs te herbouwen. Een hele stad waar Gods heerlijkheid mag komen. En de profeten Haggai, Malachi en Zacharia bemoedigen het volk en helpen hen om echt gefocust te blijven op God. En zich opnieuw weer de vraag te stellen, wat voor een volk willen we zijn? Waar wil God ook alweer nog naartoe? Waarvoor heeft hij ons geroepen? Wat was zijn verlangen? Bijzonder eigenlijk om dat zo te zien. De erosie die zo bij dat volk van God, bij deze helden, binnenkwam. Er zitten heel wat tieners hier. Ik kan me voorstellen, als zij nadenken over hun school, dat zij zeggen, daar is ook heel wat erosie. Daar zijn heel wat dingen die gebeuren op zo'n oude manier. Dat kan sterk vernieuwd worden. Als kerk is het boeiend om jezelf die vraag te stellen van, wat wilde God ook alweer nog met ons? Wat was zijn plan met deze schepping? Wat was zijn plan met Kortrijk? Wat was zijn plan met onze kerk? Waar wil hij naartoe? En zie jezelf niet als negatief in dat proces, maar zie je als een held die gekozen heeft om hem te volgen en die nu zegt van, Heer, wat wil u? Dit is niet alleen maar een gebeurtenis uit het Oude Testament. Ik zei net al, in het Nieuwe Testament zie je datzelfde. In het Nieuwe Testament gebeurt namelijk het volgende. Paulus en Barnabas, die zijn op een eerste zendingsreis geweest, in Handelingen 13. Die hebben heel wat mooie dingen gedaan. In Turkije hebben ze heel wat kerken gesticht. En dan moeten ze naar Jeruzalem, omdat er een groot debat is. En dat is een goed debat, het apostelconvent. Dat is een essentieel debat zelfs. En nadat ze daarmee klaar zijn, zou je verwachten van, Paulus gaat nu zeggen van, oké, tweede zendingsreis, ik ga weer naar een nieuw gebied. Laten we een keer Griekenland pakken. Maar dat doet hij niet. Hij gaat weer naar de oude kerken. De oude kerken, ja, zo oud zijn ze nog niet. Maar de kerken die hij gesticht heeft met Barnabas tijdens zijn eerste zendingsreis. In Handelingen 15, op het einde van het apostelconvent, Handelingen 15, vers 36, daar wordt dat besluit genomen. Het apostelconvent is nog niet zo lang gedaan. Dan staat er in Handelingen 15, vers 36. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Ik vind het een heel belangrijk vers. Zij beginnen niet zomaar weer nieuwe dingen. Zij kijken van,
wat is er gaande? Wat is er gaande met de groepen die door de Heer Jezus zijn gesticht? Hoe gaat het met hen? En dit is niet iets wat Paulus trouwens zomaar zelf bedenkt. Dit ligt in lijn met de opdracht van de Heer Jezus. Lucas, die schrijft dit boek. En professoren over Lucas, die zijn het eigenlijk unaniem erover eens, dat de Heer Jezus in het Lucas-evangelie een heel belangrijke tekst uitspreekt, een preek houdt in Lucas, waarin hij heel het panorama van het Lucas-evangelie en de boekhandelingen al in paaltjes uitzet. Heel de bouwplannen worden daar als het ware gesmeed aan het begin van Lucas. En daar gebeurt iets bijzonders. Ik ga met jullie naar die gebeurtenis. En die gebeurtenis, die bevindt zich in Lucas 4. Lucas 4, en we hebben daar eigenlijk over gezongen. We hebben gezongen namelijk over het jubeljaar. En we hebben gezongen over het verlangen van Bouw je Koninkrijk. En dat jubeljaar, ik weet niet of jullie daar iets van weten wat dat eigenlijk is, dat jubeljaar. Kan iemand daar iets over zeggen? Ik verwacht het minstens van de jongvolwassenen. Annalisa, kun je er even komen om ons uit te leggen wat het jubeljaar is? Ad hoc. Zie je dat zitten? Ik ga u helpen. Frank gaat mee assisteren. Ah ja, goed idee. Doe maar. Ik denk, dus om de 7 jaar moesten de Joden in het land gewoon laten hoe dat... Allee, zonder iets te zeggen. En dan het zevende jaar erop moesten ze dat weer doen en weer doen. Totdat ze 7 periodes voorbij waren. En dan het 50ste jaar of het 49ste jaar moesten ze nog een extra jaar doen. En dat was het jubeljaar dat ze dan ook extra feest vierden, denk ik. Ja. En tijdens dat jubeljaar gold iets heel moois. Namelijk als je schuld had tegenover een ander, werd dat kwijtgescholden. Wie heeft er schuld? Hypothecaire leningen die nog niet afbetaald zijn. Dat is schuld. Kun je je voorstellen, als volgend jaar het jubeljaar is... Annie, kun je het voorstellen? Krijgt een brief van de overheid, het is het jubeljaar. Het is allemaal kwijtgescholden. Hypothecaire leningen is afbetaald bij deze. Jee, kijk, jubel. Het is trouwens een Hebreeuws woord, jobel. We hebben dat gewoon vertaald met jubel. Dat was een feest. 1 keer in de 50 jaar kwam dat voor. Dus iedereen keek naar de kalender en hoopte dat hij lang genoeg leefde. Maar meestal maakt hij dat mee 1 keer in je leven. En had zoiets van, daar zien we naar uit. Het jubeljaar. Het jaar van de bevrijding. En niet alleen maar de schuld wordt kwijtgescholden, maar het kan ook nog dit gebeuren. Je kunt door een fiasco in heel grote problemen komen. Waardoor je niet alleen maar schulden hebt opgebouwd, maar ook je huis hebt moeten verkopen. Maar God, je had in het Oude Testament bepaald dat het land van hem is en ook de huizen die erop staan, die jij bouwt. En op het moment dat het jubeljaar is, dan krijg je dat allemaal weer terug. Dus land verkopen kon gewoon niet. Je kon land lenen, in bruik geven, verpachten. De katholieke naam laat trouwens over in de middeleeuwen, verpachten. Maar je kon het niet verkopen. Dus op het moment dat het jubeljaar was en je had een akker in bruik gegeven, dan zat je niet van, oei, ik moet nog zoveel afbetalen om die terug te krijgen. Nee, tijdens het jubeljaar kwam dat terug, was het gewoon weer je bezit. Iedereen zag uit dat dat 50ste jaar, jammer genoeg uit de rabbijnse traditie weten wij dat de Joden dat jubeljaar nooit gehouden hebben. 3 keer afvragen waarom ze dat niet zo graag deden. Dat had natuurlijk te maken met de economie die daardoor nogal door elkaar werd gehutst. De Heer Jezus die doet iets wat ook mocht in het Oude Testament. Namelijk, hij zegt van, oké, als we kijken naar de kalender is er nu niet meteen een jubeljaar, maar... Dat maakt niks uit. Hè. De koning mag ook bepalen wanneer een jubeljaar is. Het is niet alleen de kalender die dat bepaalt. En hij kondigt het jubeljaar af, het aangename Heer noemt hij dat, in Lucas 4. En dat is de visie die Lucas in zijn evangelie en handelingen heel sterk naar voren brengt. Het is ook de eerste preek die Jezus houdt in Nazareth. En die is van belangrijk om te beseffen wat Paulus in zijn hoofdje heeft horen omgaan. Lucas 4 vanaf vers 16, ik lees in dit geval uit de Telos-vertaling, zie ik. Hij kwam in Nazareth waar hij was opgevoed en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en stond op om te lezen. En het boek van de profeet Jesaja werd hem gegeven. En toen hij het boek had ontrold, vond hij de plaats waar geschreven staat, de geest van de Heer is op mij, doordat hij mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen.
Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijlating, om te prediken het aangename jaar, dat is dat jubeljaar, van de Heer. Nadat hij het boek had opgerold en aan de dienaar teruggegeven, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. Hij nu begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En alle gaven hem getuigenis en verwonderden zich over de woorden van de genade die uit zijn mond kwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen, zeker zult u deze vergelijking tot mij zeggen, dokter, genees uzelf. Alles wat wij hebben gehoord dat in Capernaum is gebeurd, doe dat hier in uw vaderstad. En u zei, voorwaar, ik zeg u dat geen enkele profeet aangenaam is in zijn vaderstad. Ik zeg u echter naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood was over het hele land, en tot niemand van hen, die Israëlieten, werd Elia gezonden, maar wel naar Sarepta, bij Sidon, Fenicië is dat, tot een vrouw in weduwe. En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En niemand van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman, de Syriër. En alle in de synagoge werden met toorn vervuld toen ze dit hoorden. En zij stonden op, wierpen hem de stad uit en voerden hem op de rand van de berg waarop een stad was gebouwd, om hem van de steilte af te werpen. Hij echter ging midden tussen hen door en vertrok. Het is een bijzondere tekst, zoals ik zei, voor Lucas geleerden. Jezus vertelt wat zijn doel is. Jezus laat het programma van God zien vanuit de profeet Jesaja. En het volk reageert heel hard. Verdrukking, Jezus wordt doodgemaakt. Gelukkig lukt dat niet, maar dat is wel hun doel. Ze willen hem van de steilte naar beneden werpen. En Paulus beseft, op het moment dat hij die kerk heeft gesticht, beseft hij van, het is heel logisch te veronderstellen dat als Jezus zo wordt behandeld, dat de mensen die zich naar Jezus' naam noemen, de christenen, ook zo behandeld worden. Het is belangrijk om daarom langs die kerken weer te gaan, om te kijken wat God daar gedaan heeft, om hen te bemoedigen, om er voor hen te zijn, want de kans is keigroot dat ook daar het kwaad probeert om hen meteen naar die mooie boodschap van de steilte te gooien. Je ziet dat trouwens ook in de brieven van Paulus. Die laten zien dat er heel wat strijd was in die gemeenten. En dus in Handelingen 15, vers 36 zegt Paulus van, hey Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden, de plaatsen waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. En dan staat er in Handelingen 15, vers 41, een stukje later, hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeente bemoedigde. En dan weer een paar hoofdstukken later in Handelingen 18, vers 23. Handelingen 18, vers 23. Toen Paulus enige tijd in Antiochië had doorgebracht, vertrok hij voor een rondreis door Galatië, dat is weer Turkije, en Frigië, waar hij alle leerlingen moed insprak. Vernieuwing, vitaliteit, hoort bij het koninkrijk van God. Vaak is dat even wennen. Want veel mensen denken van, we hebben een kerk en dat is oké. Nee, Paulus die beseft als leerling van Jezus, is het altijd goed om samen na te denken van, wat is God aan het doen bij ons? Wat voor een volk willen we zijn? Hoe kunnen we elkaar bemoedigen als helden om ons zicht, onze focus op Gods plan met ons te houden? Kijk, niemand wil daarbij een situatie creëren waarbij je zegt van, ja, we hebben hier een lijn op de muur getekend, zoals bij kleine kinderen, die we elke week er tegen zetten en waar we tegen die kinderen zeggen, jij moet groeien, jij moet groeien, jij moet groeien en zorg maar dat je groeit. Nee, we willen een situatie creëren waarbij we als gemeente zeggen van, oké, laten we samen nadenken, laten we samen bidden, laten we samen zingen, laten we samen preken, zoals in de Bijbel gebeurt, over hoe kunnen we onze focus op Jezus en zijn plan met deze schepping scherp houden. Zijn hele plan met deze schepping. Maar we willen graag aan de ene kant een kerk zijn die kwaliteit heeft. En ook een kerk zijn waar iedereen thuis is. Die kwantiteit heeft. Waar mensen aanwezig mogen zijn. En die twee horen samen. Die twee horen samen. Een grote kerk zonder diepgang zou je niet leuk vinden. Niemand wil een evangelische kerk van 1 kilometer breed en 1 centimeter diep. Dat wil je niet.
Net zo min als niemand een evangelische kerk wil hebben die 1 centimeter breed is en 1 kilometer diep. Daar zeg je ook van, daar wil ik ook niet naartoe. Beide zijn nodig. En als je kijkt in de kerkgeschiedenis, in het Koninkrijk van God, dan zie je dat dat best wel spannend is. Dan zie je dat heel vaak mensen zeggen op een moment van, oh, ik zie die sleur, ik zie die erosie, ik zie dat het dorp verandert. En dan zijn ze heel snel geneigd om te zeggen, we gaan een nieuwe kerk stichten. Het spreekwoord is mij al heel vaak verteld, dan zeggen ze tegen mij van, het is namelijk veel makkelijker om kindjes te verwekken dan om doden op te wekken. En dan zeggen ze, laten we dus een nieuwe kerk planten. Want kindjes verwekken is makkelijker dan doden opwekken. En dan spreken ze heel lovend over mensen die nieuwe kerken stichten. Maar tegelijkertijd zien we in de kerkgeschiedenis en in de statistieken dat zo'n nieuwe kerk inderdaad in het begin heel erg begint te bloeien. En er komen heel veel mensen van andere kerken vaak bij. 90% heeft men berekend, volgens die statistieken. Maar na 3, 4, 5 jaar ziet men van die 90%... maar nog 10% dat aanwezig is. Dus het heeft een enorme aantrekkingskracht als magneet, maar die magneet begint ook zijn kracht te verliezen. Waardoor die mensen van 90%, die 90% teleurgesteld waren, die in een nieuwe kerk zijn gekomen, dat die 90% weer zegt, we gaan weer naar een andere kerk. En eigenlijk eeuwig dolend blijft, zoals Kain. En niet de plek vindt waar God wil, dat hij gediend kan worden. Dat is heel teleurstellend voor die mensen, want die vinden die rust niet. Wat dat betreft ben ik heel dankbaar voor gemeentes waar mensen al jarenlang aanwezig zijn. En ik vroeg me zo af in de voorbereiding, wie zou hier nu het langste aanwezig zijn? Ik zou wel een keer willen testen. Kunnen jullie een keer allemaal gaan rechtstaan? Ik vind het wel leuk om een keer te zien. Voor alle duidelijkheid, geen paniek. Ik heb nu 3 keer achter elkaar gepreekt. Volgende week preek ik niet meer, dus het is alleen nu nog even. Degene die sinds een jaar hier zitten, dus minder dan een jaar, willen die een keer gaan zitten? Minder dan een jaar. Dat is gelukkig geen 90%. Wie zit hier al meer dan 5 jaar, die mag blijven staan. Meer dan 5 jaar blijven staan. Meer dan 10 jaar. Wie is al meer dan 10 jaar in deze kerk? Meer dan 15 jaar. Wie is al meer dan 20 jaar in deze kerk? Meer dan 25 jaar. Ik zie hier rondkijken van, wow, dat zijn er veel. Meer dan 30 jaar? Jasper zit te twijfelen. 35 jaar? Wie zou het oudste zijn van de mensen die nog blijven staan? Niet qua leeftijd, maar in de kerk bedoel ik. Sam? Wie zou het allemaal... Wie zeg je? Je pa? Bart? Chef en Nicole, hoe lang zijn jullie al in deze kerk? Jullie zitten te rekenen, zie ik hier. Samen, ja. 79, dat is mijn geboortejaar. Wauw. En jullie? Geert en Martien? Ja, Thijs staat ook nog recht, zie ik, ja. Ik dacht dat je helemaal niet zo oud was, Thijs, sorry. Jij hoort bij onze tieners. Thijs, hoe lang is het al? 42. Wauw, chic. Geef de mensen een keer een applaus dat ze zo lang met ons zijn. Dit zijn de helden. En ik weet, misschien mag je het even toepassen. In Haggai zit je ook met zo'n groep. Er zijn mensen die zijn, Haggai zelf waarschijnlijk, hij zal rond de 80 zijn geweest, die zijn uit Babylon teruggekeerd.
En er zijn best wel veel mensen die zeggen van, we hebben nog de oude tempel gezien. Dat zag er veel leuker uit dan deze garagebox. En die zitten daar echt met tranen in de ogen. En dan vind ik het heel mooi, dat is hoofdstuk 2, daar ga ik niet over preken, maar ik wil het wel aanstippen. Dan zegt Haggai, ik wil ook deze oudere generatie bemoedigen. Jullie hebben de oude tempel gezien. Inderdaad, die was veel groter. Dat is helemaal waar met die garagebox, dat model. Maar de heerlijkheid die in deze tempel gaat komen, het koninkrijk van God is bezig, zal die van de tempel van Salomo, die jullie hebben gezien, overstijgen. Dat is een belofte die hij doet in Haggai hoofdstuk 2. En die ook die oude generatie moed inblaast en zegt van, ja, vernieuwing. We waren met een doel bezig. Ons doel was niet de tempel van Salomo bouwen, klaar. Ons doel was de heerlijkheid van God in deze schepping ruimte geven. Ons doel was het programma van Jezus in Lucas 4 vormgeven. Vrijlating aan gevangenen. Genezing van zieken. Het verkondigen van het goede nieuws aan de armen. Aan de mensen die God zoekt. En het laten zien van zijn grote heerlijkheid. En dat is een bijzonder voorrecht, om daar samen te mogen bij stilstaan. En vandaar vond ik het mooi, Frank, dat je ook zei in de voorbereiding van, ik wil ook tijd nemen voor gebed. Ik denk dat dat nodig is. Je bent niet een loser als je voor je laat bidden. Je hoort bij die helden die terug zijn gekeerd uit Babylon. En die daar in de tijd van Haggai staan. En die misschien zeggen van, oh, het is goed dat je dat zegt, Haggai. Het is goed dat je ons aan het feest herinnert met je naam. Maar inderdaad, ik weet even niet meer zo heel goed, wat was God ook alweer nog van plan met mijn leven en met mijn familie en met onze grote groep hier? En we willen daarvoor bidden. Ik vind het goed, Frank, als je dat misschien nog wat vorm geeft, hoe we dat beste kunnen doen als kerk. Zie je het zitten? Thank you.